voor. Ik was een professor, zeg stel je eens voor. Ik was razend knap, dan zou ik meteen een onderzoek starten. Ik werkte serieus en ik maakte geen grap. Het duurde niet lang of ik had het gevonden. Het duurde niet lang of ik had het geklaard. Wat ik onderzocht waren de vitamine, maar niet in de groente, ik deed ze in de taart. Zeg, stel je eens voor, ik was een minister. Zeg, stel je eens voor, dat zou grappig zijn. Dan hoefde er niemand belasting te betalen. Ook mocht je voor niets in de bus of de trein. Vakantie die duurde van maart tot september. En 8 uren werken per dag, dat met 4. Ik weet niet of je wel genoeg geld verdiende. Maar in ieder geval had je tijd voor plezier. Zeg, stel je eens voor, Bassie was dokter. Zeg, stel je eens voor, dat zoiets bestond. Je zocht elke dag dan al mijn patiënten. En door mijn bezoek bleven ieder gezond. Ik gaf ze geen pillen, ik gaf ze geen drankjes. Het middel dat ik gaf, dat hielp hen terstond. Ik maakte met grappen patiënten aan het lachen. En lachen, weet ieder, dat houdt je gezond. Niemand aan zijn mond. Zeg, stel je eens voor, ik was onderwijzer. Zeg, stel je eens voor, ik stond voor de klas. Dan werd er in mijn klas niet zo heel veel gerekend. Ook lezen en taal kwam er niet aan te pas. We deden alleen nog maar prettige dingen. Het speelkwartier dat duurde minstens 2 uur. Het hoofdvak dat was lekker dansen en zingen. We leerden niet veel, maar we hadden plezier.